Noem dat serieus dansen? Dat is gewoon lelijk. Sorry. Even lekker in bed, aflevering 10. En we spelen natuurlijk het SpongeBob-spel wat ik al beloofd vorige keer. Tot na le intro. Okay, people, let's go to work. Okay, people, let's go to work, zegt hij dan. Maar dat is ook zo, want we moeten medewerkers... het zijn geen mijnwerkers. Noem het gewoon medewerkers. Nee, bouwvak. Bouwvakkers, waarom kom ik niet op dat woord? Het zijn bouwvakkers, we gaan weer wat tekenen. En dit is Draw to Life SpongeBob. Dat hadden jullie waarschijnlijk al geweten als jullie de afleveringen volgen. Wat moest ik tekenen? Een veer. Nou, een veer is natuurlijk... heeft een stil. Joh, Vincent, vertel eens wat nieuws. Dat kan ik niet, sorry. Kan ik... Oh, ik moet natuurlijk wel de veer goed tekenen. En zo'n veer heeft natuurlijk allemaal zijkanten zo. Ik weet niet wat ik doe, maar ik zou nog met een zwart streepje even een lijntje kunnen tekenen. Wat is dit? Dit is wel echt de meest briljante sneeuwvlok AK veer die ik ooit heb gezien. Maar ik kon niet beter een veer tekenen, zeg maar. Holy shit. Dit is grappig. Maar hoe... Wow! Ik schoot gewoon door, zeg je dat? Over de checkpoint. Dit is trouwens wel echt een heel leuk level. Vooral omdat we die bouwvakkers even voor de reet tikken. Kom op! Schoot zo en pak die munt op. Maar wacht. We moeten naar boven. Nee! Ik wil terug! Weet je waarom? Ik laat zien. Ik denk dat er een secret in zit in het level. En ik wil hem laten zien aan jullie als de game het toelaat. Moment. Hij moet zeg maar... Hoe doe je dat? Ik weet die munt er niet! Zo, hier zit sowieso een iemand verstopt die we moeten bevrijden. Ik voel het gewoon. Sowieso. Het is al een leven en nu val ik naar beneden. Nog even deze medewerker. Bouwvakker, jeetje. Wat een rotnaam. Klim hier maar hoog. En nog wel hoger. Oh, en die ging te hard, zag je het? En nu zijn we ook boven soort van, nu moeten we helemaal naar beneden. Maar wees niet getreurd, ik weet hoe je nu moet. Ja, zo. Wow! Oh, spijkies! Oh shit, daar moet ik voor uitkijken. Spijkies. Wie zet er nou spijkies daar? Oh, ik zag iemand die bevrijd moest worden. Moment, hoe kom ik daar naar boven? Ik kom daar gewoon niet naar boven. Het is meneer Bozaard! Ja, vlug maar. Ik pak je met Patrick. Let op. Zo. Nog niet dood? Kom op. Ga dood! Stinkert. Oh, best die naar me toe komt, hè? Blijf daar, ik zweer het. Hij gaat dat spuur... Wat? Oh, er komt iets. Er komt een croton. Is het een croton? Ik weet niet. Wat is het? Wat zijn het? Oh, hij moet echt weg, die gozer. Hè? Is die een knock-out? Nee. Die gozer gaat niet knockie. Oké, ik moet hem echt zo vernietigen. Ik kan hem niet vernietigen. Ik weet als ik hier naar boven ga, dat ik waarschijnlijk wel... dit kan doen. Let op. Ik weet dat hij daar zit. Ik zag hem al. Is het een hij of zij? Het is een zij, want het draagt een bikini. Iedereen in bikinibroek. Grappig, man. Ja, checkpoint heb ik al. Zo, we gaan naar beneden. We vernietigen de dozen. En we komen aan bij deze meneer. Wat dropt hij nou? Oh, hij draagt de helm. We hebben weer de helm op ons hoofd. Voor eventueel vallende schroeven, je weet maar nooit. Oh, of dat wat je net zag. We hebben maar niet zoveel mensen bevrijd, maar ik weet ook niet of het einde van het level is. Nee, we zijn nog niet bij het einde. Ik heb nog wel 25 seconden die prachtige helm op mijn hoofd. Het lijkt verdomme net de president wel. Oh, die dingen, daar kan ik ook nu tegen. Wacht even. Ik strijd tegen de almachtige spons. Oké, hij heeft gewoon niks geraakt. Hij heeft ze bewusteloos gemaakt, dat was het. Oké, ik krijg nog allemaal special abilities. Nee, niet die. Ik heb elke keer de verkeerde knop, maar ik denk dat we hier een rat gaan tekenen. Een metalen tandwiel, oké. Nou, dan maken we sowieso een zoiets. En dan denk ik dat we die zo door de midden doen, maar we hebben niet echt... Wat is dit? Oh, dan moet je wissen. Nee, dan willen we niet alles wissen. Ik dacht, dat was makkelijk. Wat is dat? Ik weet niet. Ik maak een streep, zo. En zo, wat is het prachtigste tandwiel wat ik ooit heb gezien. Zo. En ik teel er nog een streepjes op. Waarom? Omdat het mooi is. Oh! Zo.
Dit is het mooiste tandwiel ooit. Ik hoop dat jullie hem ook gaan gebruiken, want dan komt niks meer los. Je kan het zo verpesten, het spel. Ik weet het. Je kan het spel zo aanpassen dat je denkt van, what the fuck heb ik just... What I just draw, weet je wel. Maar zolang ik het weet, is het goed. En zoals jullie, als jullie het weten, dan is het ook geen probleem. Maar als mensen zomaar inhaken in deze serie, denken, what the fuck vindt ze? Wat voor spel speel je? Ik heb nog nooit zo'n tandwiel gezien, weet je wel. En ik denk dat we kunnen lopen over tandwiel. Wow! Kunnen we die knop indrukken? Juist. Dan gaan ze de andere kant op of niet? Kijk! Alsof ik het wist. En die kant moet je ook op, anders wordt het wat moeilijker, denk ik, in het spel. Om ergens te kunnen komen. Dit is best nog wel een pittig stukje, joh. Ik mag nou echt niet vallen. Ik denk dat jullie spontaan de video weg gaan klikken. Wat gebeurt er? Er gebeurde niks. Oh, ik denk dat ik echt op die knop moet drukken, want hij moet wel die kant op. Ja, wist ik niet. Ik denk dat het automatisch is gedaan, want elke keer als je een knop ziet, dan druk je hem toch automatisch in. Dat is gewoon... Oh nee! Niet wegklikken. Niet wegklikken. Mensen, ik ben niet gevallen. Dit hoorde nog niet. Kijk, hier ben ik nog niet geweest. Hier, anders had ik dat monster nooit over vermoorden. Kijk, en daar nog eens hier. Dat is duidelijk. Ik ben niet gevallen. Ik ben gevallen voor jullie, jongens. En meisjes. Anders klinkt het een beetje gay. Oh. Ik zag dat schroefje wil niet. Ik sprong er gewoon spontaan overheen, maar we hebben een checkpoint. Nee, er komt een evil guy. En hij is zo gemeen, want hij kan... Een kanon gooien en zo. En hij leeft gewoon door, hè? Ik kan hem gewoon niet... Oh ja, ik kan hem wel vermoorden. Nou, hij is nu ook sowieso vermoord. Waar is mijn... Oh, hier. Ik was jullie kwijt, sorry. Nog meer drap. Nee! Nee! Zo, dit is tactiek. Muis en controller gewoon in één keer. Is die dood? Terwijl ik dit nog niet eens... Ja, dood. Goed zo. Hij wil gewoon net weer verschijnen, zeg het. Oh, wat een saaie bedoeling is dit. Kom op, waarom moet ik elke keer die vieze krabbel weghalen? Nou, ik heb al alle drap verwijderd nu. Er kan geen drap meer terugkomen. Wat gaan we nou weer tekenen? We hebben toch al een tandwiel getekend? Teken een houten tandwiel. Nou, we zullen die dan maar bruin maken. Of is het oranje? Ik weet het niet. Nee, dat is bruin, toch? En dan maken we ook weer zwarte dingen in. Dit moet wel een beetje hetzelfde zijn. Oh, nou, het ziet dan nog best wel aardig hetzelfde uit. Lijkt nog op een basketbal. Oké, het zijn gewoon basketballen die we hebben getekend. Mooie basketballen. Ik hou van basketballen. Ik heb het nog nooit gedaan. Wat kunnen we op basketballen? Holy shit, ik snap het. Oh, nee. Oh. Maar ga door, ik moet rennen. Nou, rennen, dat hoeft niet. Maar ik denk dat ik wel op dat ding moet blijven springen. Oké, dat is wel echt heel gaaf gedaan. Maar hoe kom ik hierboven? Hoe kom ik daarboven? Nou, ik kom daar gewoon niet boven helaas. Wat ik wel heel raar vind. Je zou wel zeggen van, ik zou daar boven moeten komen, maar dus niet. Gaat hij weer die kant op? Is dat goed of niet? Ik zou het maar god niet weten. Ik meen het wel serieus, dit is aardig pittig ineens dit level. Want als je het vergelijkt met een andere level, is het best wel een lastig level. Ik denk dat het een van de laatste levels is van Bikini Broek. Ik denk dat we nu ook bij het laatste stukje komen van het level, uiteraard. Zullen we gewoon eens even naar voren lopen? Dat gaat niet. We hebben maar één iemand bevrijd. Dit is echt triest, joh. Nou goed. Één van de drie hebben we gered, maar we hebben wel alle drap verwijderd. En dat betekent dat we weer munten hebben gekregen. En met 1142 munten kunnen we door naar waarschijnlijk een nieuwe map of een baas. Ik weet echt niet wat er gaat gebeuren. We hebben in ieder geval het hele wereldje uitgespeeld nu. En we gaan gewoon eens kijken. Bikini Broek. Hebben we nog een level? Oh. Oké. Gaan we nu naar de achtbaan? Of nee, het is niet de achtbaan. Ik zou mijn god niet weten waar we nu zitten. Of we nou op de achtbaan zitten of... Er lopen al flink wat minder van die krabbelgabbers rond. Dankzij Krabbelbroek. Kijk jongens. Wat een cool gebouw. Er komen zelfs krabbelgabbers uit. Vet gaaf. Nee, het is een soort vijandelijke basis. Deze stad zal nooit meer veilig zijn zolang dit ding in de buurt is. K-
Kijk daar, Krabbelbob! En wat heb jij daar in je hand? Help, mijn klarinet! Blijf met je handen er vanaf! Die is van mij, geef terug! Hij begrijpt je niet! We hebben Krabbelboek nodig om van krabbel tot krabbel te praten! Prima, vertel hem maar dat mijn klarinet terug heeft! Hoe lang gaat dit nog duren? Ik begrijp deze makker nog minder dan Patrick. Oh nee! Krabbelbob is ontsnapt! Snel achter hem aan! Wat doe ik toch een prachtige voice acting, jongens. Ik moet achter Krabbelboek aan. Oké. Shit, hé. We lopen naar boven nu. We gaan het gebouw gewoon keihard op, hè. Oh, kijk al die munten ook. Waar is die? Is het een baas? Holy... What the fuck is dat? Wat? What the fuck is dat? Dit is gewoon echt een baas. Het is echt een baas. Ik had wel gehoopt eigenlijk. Ja, op zijn hoofd gestampt. Ik denk dat we dat 3 keer moeten halen. Holy shit. Nee. Ja. En wegwezen. Oh, wat kan ik dat doen? Wat kan ik dat doen? Moet ik op zijn hoofd? Ja, ik moet gummen. Holy crap. Oh, hij is sterk. Dit is aardig pittig, dit. Hoppakee! Oh, holy crap. Oeh! Nee! 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 Yes! Op z'n hoofd, op z'n hoofd. Gummen, gummen. Gummen, 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 gummen. We moeten hem helemaal uitgummen. Zolang we dat niet doen, Oké, ik hoop dat we weer... bij het begin beginnen. Nee, ik hoop niet dat we bij het begin beginnen, juist. Oh. Het lukt wel. Zolang we dit goed gummen. Oh, er komt een kramburger uit. Mooi. Hij is nog niet dood. Kom op. Hij wordt boos. Ik merk het aan zijn gedrag. Oh, shit. Kan ik niet op zijn... Nee, ik moet naar boven. Nog 1 kramburger. Halen we het. Nee, kom op. Ja, kunnen we gummen? Gummen. Nee, we kunnen nog niet gummen. Shit! Kom op, Vincent, ik moet het redden. Gummen. Hoe lang moet ik dit gummen? Dit is toch niet normaal? Bijna 11%. Ik zag het nog niet. Oh, ik ben dood. Shit. Maakt niet uit. We hebben alle levens. Dit is SpongeBob. Alles kan. Ik teken gewoon levens bij. Maakt niet uit. Ik ga hem verslaan. Ik merk het. Kijk, ik spring op zijn hoofd en dan gum hem uit. Let op. 4, 3, 2, 1. Yes! Ik heb de baas verslagen. Wat een spannende strijd. Wat een spannend SpongeBob-spel. En een hartje krijgen we. Oh. Wat is dat voor hartje? Oh, joh. Ik krijg een leven erbij. Oh, wie die hand? Ik krijg ons mooi naar van die hand. Wow, het is hem gelukt. Krabbelbroek heeft zojuist het monster gewist. Het is je gelukt. Heel even maakte ik me zorgen. Hey, jongens. Vergeten we niet iets heel belangrijks? Iets belangrijks? Oh jee, je hebt gelijk. Gerrit heeft de hele dag nog geen eten gehad. Dat bedoel ik niet. Ik heb het over achter Krabbelboek aangegaan. Je gemene alter ego. Het lijkt erop dat hij is ontsnapt in de wildernis. We kunnen zijn krabbelspoor volgen. Laat dat maar over aan Krabbelboek. Maar mijn huis in Bikinibroek moet worden opgeknapt. Oh ja, succes Krabbelboek. Nou, dat is spannend jongens. Krabbelboek... is dus, de Krabbelboek is de good guy. En we gaan dus, de tweede level heet de jungle. Ik ga heel kort kijken hoe het eruit ziet. Maar het ziet er echt heel spannend uit. En ik heb het gevoel dat deze game nog best wel aardig groot is. Ik bedoel, je hebt al die werelddelen. En we zitten nou in de jungle. En ik kan me herinneren dat SpongeBob, dat er ook onder water een jungle is. Laten we 1 ding tekenen. En dan komt het goed. Teken een bloemenbed. Een bloemenbed? Waarom zou ik een bloemenbed moeten tekenen? Oké, nou, ik denk dan aan... aan sowieso, dit is dan, dit zijn de poten. En dan teken ik een groen dekbed overtrek, zo. Want ja, dat vind ik belangrijk. En op dat dekbed overtrek zitten dan bloemetjes. Dus dan denk ik aan stippeltjes. En daaromheen dan een soort van rode blaadjes of zo. Het is pixel, hè. Mensen, het is gewoon echt de echte pixel. Ik doe er ook blauw bij, zo. Eigenlijk wat lichtblauw, dat was nog mooi geweest. Zo. En dan een kussentje. Het kussentje is
paars. Volgens mij vinden jullie dit echt wel het mooiste wat ik ooit heb getekend. Dit is een heel mooi bloemenbed, kussen, ding, bed. Bloemenbed. Maar waar gaan we dit... Serieus, is dat het bloemenbed? Is dat ons... Oh shit. Dat ding ontploft ook nog, hè? Ik weet niet hoe lang die dat volhoudt. Oh damn, wat is dat nou? Ik vind deze aanval sowieso niet heel erg. Ik kan erop springen. Oeh, hij wordt boos. Wow, wat echt een raar beest. Oh shit, nu krijgen we ook nieuwe vleermuisjes. Daar word ik niet vrolijk van. Die zijn vervelend. Kan je erop springen? Oké, ja. Vleermuisjes zijn vervelend, want die kunnen overal komen namelijk. Snap je wat ik bedoel? Ik denk het heel fout. Oh, een bloem? Oké, bloemen zijn hier ook een gevaar. En modder. En... Ja, dus... Oh, damn. Het wordt echt pittig, de game. Zit serieus Octo... Scullium. Oh, ik dacht al. Scullium is dit. Dat is de kwade Octo. Of de broer van Octo. Een van die. Ik kwam ooit eens voor in een aflevering. 3. Ja, je ziet echt dat de levels echt wel wat groter en moeilijker worden, denk ik. Het lekt ook. Je hebt 8 gigam nodig. Zo. Nou mensen, ik sluit hier de video mee af, dadelijk als we in het volgende stukje level zijn. Laat zeker een leuke comment achter, want het is echt een hele verslavende game. Ik weet niet of die leuk is om echt compleet te let's playen. Maar wat ik nu toe allemaal heb gezien, is het best wel echt een verslavend spel. Zeker weten. Nou, ik beloof volgende keer met... ik moet nog een stukje vernietigen. De volgende keer met Even Lekker in Bed gaan we weer een andere DS game doen. Op de DS, natuurlijk. En... laat zeker een leuke like achter en een leuke comment wat je van deze game tot nu toe vindt. Ik zeg doei doei en later!